even iets gaan zeggen over die potten. Ja. Want we zijn nu al een beetje aan het einde van de uitzending gekomen. Ja. Beste mensen, we hebben hier iets bijzonders. En dat zijn potten. En dan zul je denken, wat is er nou bijzonder aan een pot? Nou, zoals je misschien wel ziet, is dit een behoorlijk lange pot. Lange, smalle pot. En die pot die heeft van onder is hij open, dus hij ventileert goed, maar hij is lang, smal en hoog. En waarom is dat? Nou, omdat als je een wietzaadje in de grond zet, of in een potje, dan doet hij twee dingen. Hij groeit een stengeltje naar boven en hij groeit een stengeltje naar beneden. Dat heet, dat stengeltje naar beneden, dat is de centrale penwortel. En die wortel, die groeit zo lang als hij maar kan recht naar beneden, totdat hij bijvoorbeeld in het grondwater terechtkomt. En als die eenmaal naar beneden uitgegroeid is, gaat die daarna zijtakken ontwikkelen. En nou is de clue dat hoe langer die penwortel is, des te meer zijwortels hij aan kan. En des te meer capaciteit de plant boven de grond heeft. Als je een wietzaadje in een klein potje doet, bijvoorbeeld dat maar zo is, gaat die penwortel naar beneden, bereikt de bodem, gaat daarna draaien en zoeken naar de uitgang, hoe die er langs kan komen, langs het obstakel. En nou is de clue dat als je naar zo'n penwortel kijkt, die heeft een bepaalde dikte. En daar waar die de bochtje maakt, is hij nog maar een derde van de dikte. En dan komt er een soort sliertje, dat zoekt wanhopig naar de uitgang, vindt hij natuurlijk nooit. Maar je krijgt een soort klontje. En als daar dan dus haarworteltjes aan groeien, kan je je voorstellen dat de opnamecapaciteit van het hele wortelgestel minder is als wanneer je een mooie lange rechte penwortel hebt. Dus die lange rechte penwortel, dat is een van de trucs voor het krijgen van echt grote planten. Dus ik wil je met nadruk adviseren, als je met zaad gaat kweken, wij zeggen altijd, kweek het eerst voor in een potje. Dat potje dat kun je op een tafel zetten en dan kun je de slakken op een afstand houden. Maar je kan ook met deze potjes plantjes kweken met een lange penwortel. En als je die straks, als het plantje zo hoog is, dan, even kijken, zo, ja, dan wordt hij niet meer opgevreten door slakken en kun je hem dus in de grond zetten. En als je hem dan in de grond zet met die lange penwortel, dan durf ik je bijna te garanderen dat je veel meer plant krijgt, veel meer opbrengst krijgt, als wanneer je met die kleine potjes werkt die je gewoon in een tuincentrum kan krijgen. Deze potten zijn niet goedkoop, maar ze zijn van een goede kwaliteit plastic. Met andere woorden, je kan ze heel lang blijven gebruiken. En ik zou zeggen, schaf ze aan, want waarom krijg ik die niet uit? Schaf ze aan, want je hebt er echt veel baat bij. Lange, hoge potten, voorlopig eigenlijk alleen maar bij ons te krijgen, in sommige goede growshops ook. Maar het leek ons wel een goed idee om die te gaan aanbieden. Dan wil ik ook nog even heel snel wat zeggen over zaad, want nou is echt de tijd om te gaan zaaien. Dus grote potten, zaad. mijn favoriete zaad is citral. Dit gebruiken we al sinds 1995. Het leuke van citral is dat hij heel goed tegen kou kan. Hij kan zelfs vorst behoorlijk overleven. Je hebt minder last van schimmel als bij allerlei andere chique soortjes. En het is een soort die rijkelijk oplevert. Je kan een plant van 3 meter hoogte ermee krijgen als je wil. En dan heb je maar 1 plant nodig. En dan ben je voor een heel jaar weer voorzien en soms wel 2 jaar. Dus citral is onze favoriete soort. Ook omdat het effect is heel prettig. Dat deed geen gewenning op, om het zo maar te zeggen. En het is het goedkoopste zaadje wat we hebben. Dus citral, van harte aanbevolen. Dan wil ik ook nog onder jullie aandacht brengen deze van Positronics. En dat is CBD 1 staat tot 20, met andere woorden. Daar zit 1 deel THC in en 20 delen CBD. En dat is bijzonder, want als je industriële hennep koopt, het zaad kun je gewoon kopen bij de dierenhandel, en als je daar plantjes uit haalt, dan zit daar maar heel weinig CBD in, misschien 2-3%. En deze plant, deze soort, daar zit 20% CBD in. Er wordt ons regelmatig gevraagd, kan ik zelf CBD maken? Dan zeggen we, ach, bespaar je de moeite. Want de planten die je kan krijgen, daar zit heel weinig in. Maar dat geldt dus niet voor deze soort. In deze soort van Positronics, daar zit 20% CBD. En dat tikt aan als je dat groeit. Dus
Hou dat in de gaten. Het andere ding is, waar we ook alsmaar mee worden lastiggevallen, is indica of sativa, weet je wel. En dan zeggen ze, het moet toch indica zijn, anders dan werkt het niet. Zo ligt het niet. Maar als je dan wil proberen wat een indica inhoudt, we hebben hier een tri-pack, een collection indica van Positronics ook weer. En er zitten 5 verschillende soorten indica in. En dan kun je dat eens proberen. En dan weet je wat het doet. En indica, dat blijven meestal kleinere planten. Die vooral slaapverwekkender zijn. En daarom heeft iemand als Rick Simpson ze ook aanbevolen. Voor kankerpatiënten. Want hij zegt, als die te veel nemen, dan worden ze er niet high van. Dan worden ze slaperig en vallen ze in slaap. En dat is minder eng voor ze. Oké, ik vind het prima. Maar als je dus indica wilt proberen, wij hebben ze gewoon in de winkel cbdshop.nl. Nou, dan nog het laatste dingetje. En dat is echt wel een bijzonder iets. Dat is deze van TH Seeds. TH Seeds. En dit is de Sage met extra toegevoegde CBD. En dit is dus een soort met een hoog THC-gehalte, maar ook een hoog CBD-gehalte. En het is een hele snelle soort. Hij is zelfs nog sneller als de meeste expresssoorten die er op de markt zijn. Het is niet een goedkope soort. Het kost geloof ik bijna een tientje per zaadje of zo. Maar dan heb je ook wat. Dus als je een Mercedes wil, deze. THC's Sage. Gewoon te koop in onze webwinkel cbdshop.nl. Doe er je voordeel mee. Nu is de tijd. Je kan zaaien als je wil tot in september. Ik heb vorig jaar in september gezaaid om eens te kijken hoe dat ging. En verdomd, je kreeg er ook inderdaad planten uit. Ja, ja, ja. En ze zijn op dezelfde tijd rijp als alle andere planten. Ze worden alleen niet zo groot. Dus ga nou niet zeggen, oh, ik ben te laat. Nee, je bent nooit te laat. Voor zaaien ben je nooit te laat. Je kan in mei zaaien, je kan in juni zaaien. Pas als je in juli nog gaat zaaien, in augustus, oké, dan wordt het aan de late kant. Voor de rest, altijd doen, want als je naar de koffieshop gaat, dan betaal je €50 voor zo'n klein rotzakkie. Ja. Terwijl als je een plant hebt, dan zitten daar 10, 20 van die zakjes zitten eraan. En dat voor de prijs van één zaadje. Dus je begrijpt, een plantje neerzetten heeft altijd voordelen. Het mag alleen niet, dus kijk uit wat je doet en bedenk of je het wel wil doen. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, de wetgever moet nou maar snappen dat we in een tijd leven waarin mensen veel zelfstandiger zijn en gewoon allerlei middelen gebruiken voor de lol, maar ook om zich beter bij te voelen. En medicinaal gebruik van cannabis is nou eenmaal een realiteit, die gaat niet weg. En je kan niet tegen mensen zeggen van, ja, het is verboden, want wij willen niet dat blowers blowen. Dus als medisch wietpatiënt mag je het ook maar niet gebruiken, ga jij maar pijn zitten lijden. Dat kan niet. Dus medisch wietpatiënten, geneer je niet, doe het gewoon, sleep je huisarts mee, richt je wijkagent voor. En je zult zien dat de meeste wijkagenten staan sympathiek er tegenover als je uitlegt waarom je het gebruikt. Nou, dan heb ik genoeg gezegd voor vandaag, denk ik. Get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing 5, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final act to follow. And if you do, you have future real bright. And it's a combination of consistency. Come on and say, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. Oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing. With another sunrise, it's a brand new day, so gonna make away. I gotta dance just a little bit, move to be free, keep my head up, don't forget to be me, sing.